zijn eerste aflevering van Halloween. Ja. Vandaag ben ik in Roblox. Ik ga sowieso in verschillende spelletjes allemaal Halloween-attracties bezoeken. En we gaan nu vandaag beginnen met een attractie in Universal Studios, genaamd The Walking Dead. Dat is een van de gratis spookhuizen. Je kan natuurlijk ook betalende spookhuizen hier komen doen. Die zijn naar het schijnt ook echt wel de moeite waard. Maar ja, ik ga dit momenteel nog niet doen. Misschien is dat voor volgend jaar dat ik wel betalende dingen ga doen. Hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoe ver dat het dan ook staat met alles. Maar The Walking Dead, ja, daar gaan we nu dus als allereerste in. Dus dat wordt een allereerste aflevering voor een leuk Halloween dingetje. Dus morgen komt er ook weer een leuk Halloween video. En volgende week is het vanaf maandag tot en met zondag een volledige Halloweenweek. Dus dan gaan we zorgen dat er echt letterlijk elke dag een leuke video online komt. Als je dit al ziet, je komt binnen en je ziet meteen eigenlijk het hospitaal waar eigenlijk het verhaal van The Walking Dead al begint. Dus als je The Walking Dead hebt gezien, dan herken je dit natuurlijk ook goed. Ja, ik heb heel zachtjes het geluid opstaan, dus jullie kunnen heel zachtjes het geluid horen wat ik natuurlijk in de hoofdtelefoon hoor. En als je goed hoort, dan hoor je ook dat gefluit. Dat gefluit, dat is natuurlijk van Negan. Oh, hier, kijk. Geweldig. Die deuren die open en dicht gaan. Echt leuk. Nou, snel in de wachtrij, voor leer dat de wachtrij langer wordt. Rijst erop dat er een tamelijk lange wachtrij is, dus we gaan eventjes pauzeren en dan zijn we zo bij je terug. Ja, de wachtrij gaat tamelijk snel. Om de 5 seconden mag er weer iemand binnen. Dus elke keer dat je Negan hoort fluiten, mag er iemand doorlopen. Glitcht wel een heel klein beetje van mensen die in de wachtrij staan. Maar eens dat we binnen zijn, is natuurlijk die glitch er tussenuit. We zijn er bijna. En dan kunnen we deze leuke ervaring eindelijk ook eens gaan doen. The Walking Dead is eigenlijk ook gewoon een superleuke serie. Ik ben nu zelf nog bezig met het 11e seizoen, het begin te kijken. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat ze hier dit hebben gemaakt natuurlijk. Dan meteen schrikken. Ja, als je de effecten in je hoofdtelefoon hoort, dan is het echt wel enorm leuk om te doen ook, hoor. Is dat niet het huis van die... Oeh. Dat is ook wel vet gemaakt eigenlijk. Als je kijkt hoe ze dit maken, dat is echt wel superleuk gedaan. Prison. Oh. Oh. Dus we zitten in de gevangenis. Oké. Oh. Die zag ik niet aankomen. Dat was even schrikken. Dat is echt wel heel leuk gemaakt. Je ziet er ook echt in dat het stukken zijn uit, ja, uit de serie zelf. En dat maakt het echt wel enorm leuk ook. Moet ook allemaal echt herkenbaar is uit de serie. Ja, er gaat sowieso ergens iets gebeuren weer. Hè. Er gaat sowieso zo meteen weer ergens iemand staan. Nee, oké, valt mee. Eigenlijk zoiets dom waardoor dat je zo gemakkelijk kan schrikken ook, hè. Is ook een walker? Ja, die is bloed aan het eten. Oh ja, dat is in die vrachtwagen zat al die halve mensen en weet ik wat hangen. En die halve zombies. Oh, superleuk gemaakt.
Meer dan ik iets verwacht, ja. Dus dat is ook vet gemaakt. Kan je dat effect nog eens zien als je terug gaat? Nee. Dat is wel leuk gedaan. Er staan ook allemaal zombies binnen. Ja. Ik vind het echt super leuk dat ze zoiets kunnen maken in Roblox. Echt waar. Enorm mooi. Nou ja, het geluid van de zon. Crap. En die kwam ook ineens uit een deur waar dat je niet verwachtte. Je bent naar die andere zombies aan het kijken en dan gebeurt er ineens iets uit een deur of zo. Ik kijk hier ook. Ik had hem wel ergens verwacht, maar toch schrik je wel een beetje. Echt super leuk gemaakt. Ja. Hierdoor? Volgens mij kennelijk het einde al. Ja, dit was hem al. Ja, toch een leuke ervaring van, laten we zeggen, een viertal minuutjes. Een heel leuk gemaakt scarehouse, zeker voor hier Roblox. Ja, en wat er allemaal in de loop van deze week nog allemaal gaat komen, dat zal je ook wel zien in de loop van deze week. Ik hoop dat jullie dit al leuk vonden. Ik vind dit zelf in elk geval een hele leuke ervaring. Als je het zelf eens een keertje wil doen, kan je het altijd komen bezoeken in Universal Studios in Roblox. Zeker een aanrader, The Walking Dead. Ja, als je de betaaldingen wil doen, hou ik jullie zeker niet tegen. Ik vermoed dat ze echt wel de moeite waard zijn als je al ziet wat ze hiermee op de kaart zetten. Ben je nog niet geabonneerd, vergeet dan zeker niet om het abonneerknopje aan te raken. En om eventueel het bellicoontje aan te raken om op de hoogte te blijven wanneer er een video gepost wordt. Ik zeg tegen jullie bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Ciao.